De meeste bedrijven of partijen houden deze maand hun Oppojari. Zo ook de stichting Vitifuwini. Deze organisatie heeft gisteren in haar multifunctioneel centrum te Pulepantje haar traditionele Oppojari gehouden. Daarbij is er volgens ondervoorzitter Cortensia Summer-Griffit gekeken naar de gerealiseerde doelen van 2016. Een Oppojari is anders voor elk bedrijf, vereniging of stichting. Vitifuwini heeft het nieuwe jaar op haar manier geopend met een lezing verzorgd door de historicus Mildred Caprino. Een Oppojari is anders voor elk bedrijf, vereniging of stichting. Vitifuwini heeft het nieuwe jaar op haar manier geopend met een lezing verzorgd door de historicus Mildred Caprino. De zorg en de opvoeding van onze kinderen. Ook het respect voor anderen hun denken en doen is cultuur. En als u mij vraagt, een goede graadmeter voor basisalgemene ontwikkeling en redelijke beschaving. Met takken netjes. Dus ik bedoel, samen bedoel, dat te asma etak in tori, de afassieve asma en look atori sa etaki, ik kan bepalen. A ontwikkelingspeil, a passiva asma e lucatori, ik kan bepalen if e begrijping, if aan e begrijping. En dat e hang af voor jou, if your piki, fa your piki, of your tantiri. Maar tantiri, anodom. Bij dit laatste zal een realistische analyse en inschatting van eventueel het antwoord een reactie bepalen. Dus in een pikje tap alazani. Maar tegen een takagari, den taki. Als je niet weet wie je bent en wat je wil doen, yo waka lau lau. Dit zei Vitifuwini ondervoorzitter Summer-Griffit. Ze benadrukte dat men zijn afkomst moet kennen en het dus als een van de voornemers van 2017 moet zien. Want wij willen gezonde mensen hebben in Suriname. Dus er zijn weer uitdagingen. Net als wat in het verschiet, dus wat de inleider vandaag zegt, dat we meer gaan werken ook aan waarden en normen. Want wat we zien gebeuren is, we moeten de mensen terugbrengen, terug laten denken. Wie zijn we? Wat zijn we? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Wat willen we van onszelf hebben? Hoe willen we door het leven gaan? Want dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Want als je niet weet wie je bent, als je niet weet wat je wil, hoe kun je daar verder gaan? Dat je waka echt lolo en dat willen we juist niet hebben. We willen gezonde mensen hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Cortensia Summer-Griffit, ondervoorzitter van stichting Vitifuwini. Ze sprak gisteren tijdens de jaarlijkse Oppojari van de stichting in de Claudine Tony Multiculturele Centrum te Pulepantje.